De kolom van Jos. Te koop. Een kerk. De Grote of Maria-kerk in Meppel komt, zoals nu blijkt, binnenkort te koop te staan. De protestantse gemeente wil af van het markante kerkgebouw, midden op het kerkplein. De kosten die het met zich meebrengt om de kerk aan te houden worden te hoog en daardoor is men genoodzaakt om te kiezen tussen de Grote of Maria-kerk op het kerkplein of de veel kleinere Oude Kerk op de Groenmarkt. Een lastig besluit dat voor veel beroering en emotie zorgt bij leden van de kerk. Men heeft wel aangegeven het bedehuis te willen behouden voor bijvoorbeeld de kerstnachtdienst. Maar de kerk wordt dus zo goed als zeker onttrokken aan de eredienst... en zal dus niet veel meer worden gebruikt. Tenzij een koper komt die een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw kan realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de broerenkerk in het hartje van Zwolle... waar Boekhandel Waanders is gevestigd. Een commerciële functie is in Meppel geen optie. Maar bijvoorbeeld een culturele of maatschappelijke functie, zodat het gebouw uit de 15e eeuw behouden blijft voor Meppel, een leegstand wordt voorkomen. Leegstand zorgt voor verloedering en dat moeten we echt niet willen. De Grote of Mariakerk, reusachtig, historisch, niemand kan door zijn imposante verschijning om de kerk heen. Beurzen zoals de uitvaartbeurs vorig jaar, het nieuwjaarsconcert van de muziekvereniging De Bazuin onlangs, de kleine brandweerexpositie onder de toren, die verwijst naar het alloude verhaal van de Meppelen Muggen, eredienst op zondag, trouw- en rouwdiensten. Iedereen in Meppel zal zijn of haar eigen herinnering hebben bij deze kerk. Heeft u de 147 treden van de toren ooit beklommen? De Meppelen Toren staat trouwens los van de kerk. De toren is eigendom van de gemeente. De kerk is van de kerkgemeenschap. De komende tijd zal blijken of de Grote of Maria Kerk in Meppel in de Ratenkoot komt te staan. En wat gaat er dan mee gebeuren? De tijd zal het leren. Aangezien het Rijksmoment is, mag het niet worden gesloopt. Daar zou Meppel trouwens ook fel tegen zijn. Want dit is eeuwig zonde. De kerk hoort bij Meppel.